De nieuwbakken minister van Grondbeleid en Bosbeheer, Dinota Forswijk, heeft de regering en het parlement vanmiddag in de Nationale Assemblée gevraagd om een maximale ondersteuning in haar beleidsvoering op het departement. De minister voerde kort het woord en zei dat zij zich wil inzetten voor een betere dienstverlening voor de gemeenschap. Hier is geen onbekende plek voor mij, meneer de voorzitter. 6 jaren hier gezeten. Maar nu moet ik het nu vanuit de andere kant ervaren. En van hieruit wil ik ook uw geachte college vragen voor de nodige ondersteuningen en de kritische begeleiding. Net als toen ik ook aan de andere kant zat, hoe ik het ook gaf aan de regering. Dus ik verwacht dat ook van uw geachte college. Ook wil ik ook hier in uw college aangeven dat deze minister zal gaan voor transparantie. Ik zal gaan voor betere dienstverlening voor de samenleving en natuurlijk herstel van vertrouwen in het ministerie. Want u en ik weten wat er allemaal gezegd wordt over het ministerie GBB. Ik wil u ook allen vragen om niet te veroordelen, maar laten wij wachten op de resultaten. Forswijk zegt verder dat de imagoschade welke is geleden door de spraakmakende toestanden bij het vorige regime geen reden moeten zijn om te oordelen over het ministerie. De resultaten welke geboekt zullen worden met het aankomend beleid moeten het verschil uitmaken in de komende jaren. De ondervoorzitter van het parlement, Deo Charman, richtte na de speech van de nieuwbakken minister een woord van dank aan gewezen minister Diana Pocky voor haar inzet.